Het is ondertussen de 8e dag al achter elkaar dat wij in Chelsea FC Carema opnemen. En vandaag gaan wij een nieuwe seizoen starten. We gaan het tweede seizoen in en we gaan kijken en ervoor zorgen dat we in dat seizoen in ieder geval veel beter gaan spelen dan dat we dat in dit seizoen hebben gedaan. Want ja, we zijn natuurlijk 7e geworden, we spelen gelukkig wel Europees voetbal. Dat heb ik jullie helemaal niet laten zien, geloof ik. Maar het is omdat Tottenham de Champions League heeft gewonnen, geloof ik. En Arsenal de Europa League. Dus daardoor schuiven de plekken van Europees voetbal 2 omlaag. En hadden we met de 6e plek Champions League voetbal gespeeld. Ja, weet je, dat wist ik nog niet vooraf. Dat is echt heel erg zuur. Dus achteraf gezien zaten we nog veel dichter bij Champions League voetbal dan dat we dat vooraf eigenlijk hadden gedacht. Hopelijk heb je wel zin in deze video. Doe jij een blauw duimpje omhoog. Abonneer jij op het kanaal. Timo meer dan 12.000 abonnees ondertussen al. En laten we maar snel beginnen. Ik zie natuurlijk heel veel feedback van jullie de afgelopen tijd. En een van de punten... kan geen training meer doen nu toch? Of wel? Nee, ik geloof niet meer. Maar niet uit. Nou, een van de punten die jullie heel erg aankaart is... Timo, speel ook zelf een wedstrijd. Kijk, heel eerlijk, ik zie dat ook bij Salford City en bij RKC... En bij deze dus, de Carembot, eigenlijk bij alle Carembots die ik upload, maar bij je ook van, speel zelf ook eens een wedstrijd, belangrijke wedstrijd bijvoorbeeld, dat je die gewoon speelt vanaf nu. Kijk, heel eerlijk, ik vind het gewoon ook, wow, mijn camera is donker, dat is beter. Maar ik vind het eigenlijk ook gewoon een beetje minder leuk om wedstrijden te spelen, daarom doe ik het niet. Maar ik snap al dat sommige kijkers jullie wel willen zien. Dus misschien dat ik vanaf nu sommige belangrijke wedstrijden wel ga spelen, maar niet heel veel. Wat ik wel alvast kan vertellen, wat jullie misschien niet leuk vinden. De Salford City Career Mode heb ik al helemaal opgenomen. En daar speel ik dus geen wedstrijd in de laatste wedstrijd van de laatste aflevering. En je kan misschien al raden wat voor wedstrijd dat is. Misschien nog niet, misschien een kleine spoiler hier. Maar dat weet je in ieder geval wel, die speel ik helaas niet. Eindelijk, nieuw seizoen is geladen, duurde dat zo fucking lang. En we spelen best wel moeilijke pre-seasons. Ik denk dat het niet door gaat komen bij Real en PSG. Maar wel in deze bij Villarreal en 2 ploegen uit Japan die ik niet ken. Dus het slimste is gewoon om deze te pakken. Dan komen we sowieso door de groepfase heen. En krijgen we daarvan sowieso dus ook meer geld. Ik denk dat Paris Saint-Germain en Real nog iets te goed zijn voor ons. Een transferbudget van 106 miljoen. 635.000. Salaris, dat is heel veel. Dat is prima, daar ben ik blij mee. Want het eerste wat we dit seizoen echt oprecht willen gaan doen, is Kepa Arrizabalaga gaan verkopen. Die wil ik heel erg kwijt. Daarnaast is het misschien een idee om bepaalde spelers te gaan trainen, zoals deze Jayden Bos met een potentie tussen de 3 en 94, maar wel pas 50 algemene beoordeling. Maar goed, het is wel een... wow, mijn stem gaat helemaal weg, jongens. Hem promoveren naar het volwassene team, maar dat heeft geen zin meer om hem nog langer hier te houden. Maar we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het slimste van nu is om nog even de selectie zo te houden. Gewoon te beginnen met de pre-season en noem maar op allemaal. En dan daarna te gaan kijken dat we Kepa kunnen verkopen. En ja, daarvan ons geld gaan ontvangen. Voor nu blijf ik sowieso die Ellen heel erg trainen. Die is nu al bijna beter dan Kepa. Of nee, dan die ene, weet je wel weer. Dan Willy Cavallero, precies, ja. En dan ja, is hij eigenlijk ook wel beter. Daarnaast ga ik even vol op de focus gooien, ook op Ansu Fati. Zodat ook hij sneller ratings omhoog gaat. En hij binnenkort ook in de basis 11 kan gaan komen. En tenslotte achterin, ja, ik doe wel even Tomori. Maakt niet heel erg veel uit, dan pakken we hem voor nu even. Of Tomori, ik bedoel Upamecano. Trainingen veranderen toch wel snel altijd bij mij. Maar goed, ja, kijk, tegen Villarreal kunnen we best nog wel verliezen. Maar die tegen Hiroshima en Sapporo moeten we wel winnen. En zodra je in de knock-out fase komt, is het geloof ik zo dat je spelers ook weer terug zijn van de interlandperiode. Natuurlijk is nu het EK, vandaar dat ze allemaal niet mee kunnen spelen. Maar dadelijk kunnen ze gewoon wel meedoen, dus dan ja, helemaal top. We hebben wel oprecht wat te doen in dit jaar. Kijk, Abraham is ontevreden. Er zijn heel veel spelers ontevreden. Heel veel spelers willen weg. Onze managerrating is laag en we moeten echt veel gaan fixen in dit jaar. Het gaat een enorm belangrijk jaar worden. We kunnen zomaar ontslagen worden als we het slecht doen. Dus ja, top 4 gaan we sowieso mikken dit jaar, dat moet wel. We krijgen nu al een transferaanbieding voor Tammy Abraham. En het liefste hou ik hem nog wel. Ik denk dat ik het liefste Abraham hou en hem ook gewoon in de basis ga zetten. En dan misschien wel Morata verkopen, want ik denk dat ik meer heb aan Abraham en Rashford. En dan, of ja, Abraham en Rashford en Morata dan verkoop, zeg maar. Dus wat gaan we doen? Dat gaan we proberen. Kepa staat op de transferlijst en Morata gaat ook op de transferlijst. Kijk eens aan. Dan gaan we het zo aanpakken. Lijkt mij op zich wel het slimste. En dan moeten we nu even een lastige taak gaan vervullen. We moeten namelijk een team gaan maken dat speelgerechtig is voor de aankomende wedstrijd in de, ja, in de pre-season beker. Jongens, let op. Ellen staat op rechts buiten. Ik wil hem op doel zetten, let op. En dit gebeurt. Ik kan ze niet wisselen. Ik kan Ellen niet op doel zetten. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit heb ik er nooit meegemaakt. Weer een nieuwe glitch. Jawel hoor, fucker reload. Ja, dit is wat ik wilde doen. Dit is precies wat ik wilde doen. Nou, lekker jongens, hij doet het weer. Ja, ik kan mijn opstelling niet aanpassen. Ik heb hem nu opgestart. Hij doet het gewoon niet. Misschien als ik naar het tweede team ga. Oké, het tweede team doet het wel. Maar kan ik... Ja, nou, het zal vast nu wel werken dan. Of doet het nu nog altijd niet. Ja, oké, nu doet hij het wel. Top, dan kan ik dus toch gelukkig een team maken. Het is niet je beste team waarmee we gaan spelen. Ik zet dus maar met een Beelen in de spits. En voor de rest ziet die team dan zo uit. Maar nog altijd denk ik wel dat we nogal beter zijn dan die ploegen waar we tegen spelen uit Japan. Dus als we daar gewoon 6 punten tegen pakken, zijn we nog altijd door. Ja, dit is een slecht team, maar ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks van maken. Want ja, iedereen is weg op naar het EK. Maar ja, Hiroshima, wie zouden die hebben? En de melding is voor back in beeld, jongens. Hiroshima, 3-0, lekker. Prima, niks mis mee. En daar zijn we eigenlijk nu al bijna 100% zeker door. Dan gaat Ellen zijn eerste rating van dit nieuwe seizoen omhoog. Ellen, ons jong topkeeper talent. Ja, weet je, misschien moet hij gewoon de eerste keeper worden dit jaar. Dat kan natuurlijk ook zomaar, hè. Ik bedoel, ja, het gaat een topkeeper worden ooit. Hij is alleen nog heel erg jong. Maar ja, als hij dit jaar boven de 80 gaat komen, wie weet. Nog altijd wil ik Arrizabalaga verkopen. 100% zeker. Zijn er al spelers terug van het EK? Nee, waarschijnlijk niet, hè? Nee, nog altijd niet. En de blessures zijn ook nog altijd aanwezig. Hopelijk worden een paar blessures snel verholpen. Zodat, ja, kijk, Den Beelen kunnen we wel gebruiken. Maar het zou fijn zijn als Aspilicueta terugkomt. Kellen met zijn Odoi terugkomt. Pulisic. Weet je, ex-spelers die we wel kunnen gebruiken. Het zou fijn zijn als die snel terug zijn. We winnen met 3-1. En oh, er komt een nieuwe blessure bij. Declan Wise raakt ook geblesseerd. Hopelijk niet voor lang, want dat is wel best een belangrijke speler. Ook in de pre-season is hij belangrijk. En hij raakt geblesseerd voor 2 weken. Dat valt mee, dat kan nog wel overzien worden. Villarreal, we zijn sowieso door. Tegen Villarreal gaan we waarschijnlijk wel verliezen. Want zij hebben niet heel veel last van interlandverplichtingen. Upamecano, een transfermening van hem. 30 miljoen euro. Maar Upamecano is een basisspeler. En al kunnen we daar 50 miljoen voor krijgen. Upamecano wordt nog veel meer dan dat waard. Dus hem hou ik ook nog even liever bij de club. Door in de pre-season gaan we sowieso. En de transfermening voor Abraham ook. Maar ja, nogmaals, gaan we niet doen. Villarreal, ja, het boeit me heel weinig, dat zal ik je heel eerlijk vertellen. Ik denk dat we deze wedstrijd eerder verliezen dan winnen, maar het maakt mij niet uit. We spelen 1-1 gelijk, dat is prima. Ansu Fati mist een strafschop, maar scoorde daarna toch de 1-1. En daardoor zijn we door en zijn we geloof ik, zelfs nog, nee, zijn wel tweede geworden. Waardoor we nu tegen Napoli uitkomen. Dat zal een hele moeilijke pot worden. Maar ik denk wel dat Napoli ook veel lastig van interlandspelers. Upamecano gaat naar 81 en misschien zelfs zijn onze interlandspelers nu wel al terug van hun interlandperiode. Het zou zomaar kunnen, moeten we dadelijk even bekijken. Prijsgeld van het toernooi is binnen, dat is maar liefst 3 miljoen. Dat valt nog wel mee. Er is ook nog wel 9 miljoen te behalen in de komende 2 wedstrijden. Moeten we wel gaan winnen. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Reese James. Een transfermening voor hem. Ja, ook hij is gewoon enorm talentvol en wordt nog veel beter. Kom eens kijken voor een speler als Morata en Kepa Arrizabalaga. Die mogen jullie wel kopen, maar niet steeds onze beste. Nu Moesonda, Zappacosta en opnieuw Abraham. Zappacosta en Moesonda mogen weg. Liefste verkoop ik Moesonda en lening hem niet uit. En met Zappacosta wil ik er gewoon veel meer geld voor hebben dan een magere 11 miljoen euro. Oh, ik doe per ongeluk onderhandelen. Nou, maakt niet uit. Dan gaan we dat even omhoog krikken, want dat vind ik veel te weinig. Ik wil denk ik rond de 16 miljoen euro hebben voor hem. Dat moet op zich wel lukken. Nou, dan gaan we 16,4 miljoen euro. Daarop gaan zij zeggen nog altijd 11,4. Dit is ons laatste bod. Nou ja, laat even zien. Dit is sowieso niet jullie laatste bod. Ik ga hem niet verkopen voor minder dan 14 miljoen euro. Dus dat gaan ze waarschijnlijk niet accepteren. En dan houden we Zappacosta. Maar nog maar even bij de club. Dat maakt helemaal niet uit. Want hij, ja, is onze derde rechtsback. Maar nog altijd, ja. Nee, dit gaan we niet doen. Optieven gauw. Oh, uitstellen. Nou ja, maakt niet uit. Ik hoef hem niet. Zijn spelers terug van Interland? Nee, Declan, of misschien toch wel. Ja, ze zijn allemaal terug. Ze zijn allemaal terug van de Interlandperiode. Dat is lekker. Dat betekent dus dat we weer met ons beste team zo wat kunnen gaan spelen. En Kepa ook weer een wedstrijdje kan meedoen. Dat is ook lekker. Oké, kan ik weer mijn keeper wisselen alsjeblieft? Kan dat? Oh, fuck off. Het kan nog altijd niet. Ik snap er niks van. Ik weet niet eens hoe dit is gekomen zo. Misschien moet ik even zo doen. Nee, kijk nou. Het kan gewoon niet. En als ik Kepa hierin verplaats... Ja, ik echt. Nou ja, weet je, dit elftal kunnen we gewoon niet meer gebruiken. Ik kan niet eens een nieuw teamformulier aanmaken. What the fuck? Ja, maar dan kan ik alleen nog maar met mijn tweede team spelen. En dan moet ik dit team de hele tijd gaan veranderen als ik met... Ah, man. Wat is dit irritant, jongens. Dit is echt niet normaal. We hebben nu ook spelers als Bakayoko bij de selectie die terug zijn gekomen van een uitleenperiode. Basalic hebben we nu bijvoorbeeld ook. Dus we hebben wel meer spelers bij de selectie dit jaar. En Tammy Abraham wil ik gewoon echt minuten gaan geven, zodat hij tenminste niet meer weg wil en zodat wij hem kunnen houden. Dus we gaan het zo doen. Prima, sterkste opstelling hiermee zouden we kunnen winnen tegen Napoli. Ja, nou ja, niet sterkste. Ik bedoel, Rashford speelt niet. Maar ik wil gewoon wel graag Abraham bij de selectie houden. Dus ik moet hem wat meer vertrouwen geven. Ik moet hem wat minuten geven. En hopelijk kunnen we winnen tegen Napoli. Ik denk het niet, maar het zou natuurlijk altijd wel kunnen. We spelen 1-1 en we winnen met strafschoppen. Lekker. Upamecano is wel geschorst. Dat is hier het grootste probleem. Wij zijn door en we spelen tegen AC Milan in de finale van de pre-season. Maar we krijgen dus weer geld erbij. En ditmaal 4 miljoen euro. Al 7 miljoen hebben we erbij gekregen. En het is fijn dat we een keer wat winnen. En dat we nu in de finale staan. Een transfermening voor Kepa. Lekker. En Pulisic is zo terug van zijn blessure. Kepa gaat eindelijk waarschijnlijk verkocht worden. En oh, wat hebben we hier op dit moment lang gewacht. Ik ben blij dat hij eindelijk eruit gegooid kan worden. Niks tegen Kepa. Maar hij is vorig jaar 8 maanden geblesseerd geweest. 8 maanden. En dat is onacceptabel. En vandaar gaan we hem dit jaar verkopen. 73,2 miljoen. Holy shit. Ik had niet gedacht dat ze dat zouden accepteren. Maar dat is fucking chill. Daarvan kunnen we sowieso al een nieuwe topkeeper terugkopen. Gewoon misschien wel de beste van de wereld. Een De Gea, een Ellen, een Ter Stegen. En daarmee hebben we daarnaast ook altijd heel veel geld over. Dat is echt fucking lekker, jongens. Dat we zoveel geld krijgen voor Kepa Arrizabalaga. Die had ik oprecht niet zien aankomen. Ik moet dadelijk even wat spelers op de leenlijst gaan zetten. Nog wat spelers op de transferlijst. Maar eerst gaan we met dit team de pre-season finale in. Tammy Abraham nog altijd in de basis. Deze zouden we kunnen winnen. En we spelen 2-0. Barcelona staat ook in de pre-season. Maar die is gewoon uitgeschakeld. In de pool door Napoli en Milaan. Ja, Ousmane Dembele scoort 2 keer. We winnen de pre-season. Een goed begin van het tweede en nieuwe seizoen. Een veel beter begin dan het begin van vorig jaar. En we spelen zelfs kwalificatie van de Europa League. We spelen er gewoon tegen een of andere club. Ja, ik ken de club niet eens. Die gaan we zo makkelijk winnen. Oh, dat is wel grappig. Maar ja, maakt niet zoveel uit, toch? Kepa gaat dan weg en in de volgende aflevering gaan we daarvan nieuwe spelers terugkopen. Wat ik wel belangrijk vind is om spelers toe te voegen. Ja, deze kan trouwens gewoon weg worden. Deze is gewoon echt kut. Cumming gaat uit de transferlijst. Deze kan wel ook uitgeleend worden. Deze kan verkocht worden. Deze kan uitgeleend. Deze kan uitgeleend worden. Ik ga even iedereen toevoegen aan de leenlijst. Waarvan ik vind dat ik ze niet nodig heb dit jaar. Zodat ze beter kunnen worden. En, oh wacht, deze hoeft niet hier naartoe. Zodat ze in ieder geval een potentie gaan halen. Zo, ik heb iedereen zo een beetje wel erop gezet. En nu gaan we nog even een paar dagen door. Ik denk dat ik nu nog niemand ga kopen, pas in de volgende aflevering. En ja, ik moet gewoon de beste keeper van de wereld kopen. Zo simpel is het. Hopelijk gaat Kepa ook daadwerkelijk weg. Ja, we krijgen 66 miljoen euro erbij. Tammy Abraham. Ja, nee, weet je, ik hoop dat hij snel meer tevreden gaat worden. Maar hij is toch altijd ontevreden, maar nog altijd een transferverzoek. Nou ja, het zal wel goed komen. Hij zal vast wel binnenkort weg willen. Kom maar goed. Een transfermini van Miyazka, die mag weg voor 7,4 miljoen. Krijgen we nog wat extra geld. En George Ellen gaat niet uitgeleend worden. Want hij gaat waarschijnlijk gewoon onze belangrijke wisselkeeper worden. Ja, ik ga in de volgende aflevering dus sowieso een keeper kopen. En daarnaast ook sowieso een hele zieke aanvaller of middenvelder of verdediger. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Want ik heb op iedere positie wel spelers die... Oh, Miyazka gaat niet weg, zou ik staan. Wel, spelers die potentie hebben om echt een topper te worden. Maar ik moet nog even kijken wie ik ga kopen. Kom maar goed, zien we in de volgende aflevering. Voor nu ga ik het hierbij houden. Volgende aflevering, voorronde van de Europa League. En daarnaast ook het begin van de competitie. Ja, dit gaan we natuurlijk heel erg makkelijk halen. Als het goed is spelen we daarna nog 2 wedstrijden. Nee, dit zijn de enige, geloof ik. Oké, ja, nou, dat gaat heel makkelijk lukken natuurlijk. En dan, zijn we gekwalificeerd voor de Europa League. Nou, fijn. Dan doen we de volgende aflevering. En transfers, we hebben een transferbudget van momenteel 188 miljoen euro. Ik hoop jou in de volgende video weer te zien. Hopelijk vond je deze video leuk. Heb je hem belangrijk, heb je hem ook geabonneerd op het kanaal Timo. En zie ik je dan wel terug, jongens. De ballen laat ze niet vallen. Joejoe.